Landelijk zijn er afspraken gemaakt voor de bevoorrading van medicatie aan ziekenhuizen. De medicijnen die Suriname had gevraagd aan de bevriende landen Jamaica en Guyana zijn al in ons land. Dit bevestigde de minister van Volksgezondheid, Umar Ramadien. De vakgroep van anesthesiologen sloeg onlangs alarm omtrent een schaarste aan een aantal middelen. Het bedrijf Geneesmiddelenvoorziening Suriname, BGVS, is de grootste importeur van en groothandel in medicamenten in Suriname en hebben als opdracht het probleem van tekorten aan verschillende medicatie tot het verleden te laten behoren. Afgelopen week zijn de spullen binnengekomen. Het BGVS is de verantwoordelijke voor de import. En u weet, het gaat om verdovende middelen, et cetera. Dus er zijn daarvoor speciale voorzieningen. De ziekenhuizen hebben ook afgelopen week zeker 2 maal meetings gehad met de ziekenhuisraad. En er zijn afspraken gemaakt. Dus het BGVS is een contactpersoon. U kunt ook zeker de directeur van BGVS in deze contacten. Omdat er zijn afspraken landelijk gemaakt. De ziekenhuizen hebben wij gevraagd om een overzicht te geven van de kwartaalbehoeften van anesthesiemiddelen. En er is dus nog een meeting gepland met de anesthesiologen ook. Om hier goede afspraken over te maken dat we niet weer in deze situatie geraken. In het kader van de brain drain in de zorgsector worden er nog gesprekken gevoerd. Samen met de ziekenhuisbonden worden er verschillende oplossingsmodellen gezocht om de zorg te redden. Vanuit de bonden wordt er naast de toezegging van de behoudtoelage van de groep gespecialiseerde zorgwerkers ook prioriteit gegeven aan de koopkrachtversterking. De bewindsman geeft aan dat dit structureel aangepakt moet worden, zodat iedereen die er recht op heeft in aanmerking kan komen. Als we praten over een groep van 5.000-6.000 mensen, is het veel meer, want we hebben ook nog een 2.000 mensen die bij die subsidieontvangende instellingen werken. En u snapt wat het precedente effect is. Als je dus hier geeft, moet je daar ook geven. Dus dat weten de vakbondsleiders ook. En ik hoop dat men redelijk blijft in hun voorstellen. Maar je wilt ook niet iets geven dat geen effect heeft. Want een toelage is belastbaar. Dus als je een toelage toekent aan iemand, wordt er daarvan ook belasting afgetrokken. Dus netto moet je ook kijken wat is het effect. Wat wil je beogen precies? Daarom was dus die brain drain toelage zo precies uitgemeten. Dat we specifieke groepen om het behoud van die zorg, van die tertiaire zorg, van die topzorg te stimuleren. Dat je die groepen ook iets extra toekent.